Nu de plaatsnaamborden in Altena allemaal verwijderd zijn en er voorlopig nog geen nieuwe geplaatst zijn, hebben ze intussen in het kader van de carnaval een goede oplossing gevonden. De borden waren leeg en hier in Dussen zijn wij een van de weinigen op het eiland Altena waar we carnaval vieren. Dus dachten we, we laten het maar vullen en we maken de gemeente deurdouwers van naar onze carnavalsclub. De originele komborden verdwenen begin januari op grote schaal toen bekend werd dat deze vervangen zouden worden. Daarnaast heeft de gemeente de overgebleven borden zelf al verwijderd en in de verkoop gedaan. Nu blijkt dat de borden van de carnavalsvereniging, net als de originele komborden, ook erg gewild zijn. Er zijn er al twee gejat. Ze zijn meer gewild als die met Werkendam erop, denk ik.